Wij waren een textielfamilie. Mijn papa had een kleine weverij, want is die weverij slechts begonnen als hij al meer dan 40 jaar was. Zijn broer daartegenover, Valère de Vos, die had een grote, grote weverij. En ik ben een Telg uit die familie en ik was dus voorbestemd om textiliaar te worden. Dat kon dus niet anders, maar ik had het veel liever anders gewild. De pastoor is toen nog tussengekomen, want de pastoor zei ja, Gent is een officiële staatsschool en dezelfde opleiding kan gevolgd worden in Aalst in een vrije school. Dus mama was diep gelovig en al wat meneer pastoor zei was wet. Dus en zo ben ik in Aalst volleind en heb ik mijn hoger middelbaar in de textielafdeling in Aalst gevolgd. Mijn papa koopt een stukje grond en dat stukje grond paalt langsachter aan het kerkhof. En de pastoor komt binnen en zegt, wat gaat hij doen met dat stukje grond? Dan zegt papa, ik ga er nog een haarken op zetten en ik weet niet wat. Jongen, zegt hij, wij moeten met onze begrafenissen, moeten wij zo'n tour doen. Zo'n rondgang doen om aan het kerkhof te geraken. Als hij 4 meter, 3 meter afstaat van de hele lengte, dan kunnen wij met onze begrafenisstoet, kunnen wij door dat straatje. En papa heeft dat van mama gratis moeten afstaan. En papa heeft er dan 1 voorwaarde aan gekoppeld. Als hij stierf en als hij begraven werd, dat hij met zijn hoofd tegen de muur van het kerkhof en tegen de muur van het fabriekske zou liggen om te horen. Isaac moet dan horen als de getouwen nog draaien of niet, zegt hij. Ja, dat was het.